Ter Heide. Het zou zomaar eens het eerste energie-neutrale dorp van Brabant kunnen worden, met haar eigen lokaal opgewekte energie. Geen gas meer uit Rusland of Groningen, maar gewoon gebruiken wat we hebben. Zon, wind, aardwarmte en het water uit de Mark. Dat riviertje speelt in de toekomst van het Traijs Energiecollectief een grote rol. Het wordt misschien wel het meest innovatieve riviertje van het land. Het werkt zo. In de zomer verwarmt de zon de rivier. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit de rivier en geeft het af aan het grondwater. Dit opgewarmde grondwater wordt opgeslagen in een geïsoleerde waterbel onder de grond. Hier blijft het lekker op temperatuur. Vervolgens wordt het grondwater door een warmtepomp geleid. Hier wordt de warmte uit het water gehaald. Daarna gaat deze warmte het net op. Het afgekoelde grondwater gaat terug in de grond. Dit water vormt een koude bel, waar we in de zomer gebouwen mee kunnen koelen. Met het warmtenet verwarmen we bijvoorbeeld het puzzelbad, de grote kerk, het bejaardenhuis, maar ook de kantine van de voetbalclub. Met de warmte uit de Merk kunnen we ervoor zorgen dat Traai er in de winter lekker warmpjes bij zit, dat de energierekening daalt en dat we geen CO2-uitstoot meer hebben. Een mooi stukje van de Traaise energiepuzzel.